ik heb lange blonde krullen en ik zie eruit als een vrouw. En dat verbaast veel mensen. Het kan ook heel positief zijn, maar kan ook negatief zijn. Ik zou zo graag willen dat het normaal gevonden zou worden. Ja, kijk, ik kan wel tegen een grapje. En die grapjes zijn ook, dat was het ergste niet. Maar als jouw leidinggevende zegt tegen jou dat jij niet tussen monteurs van jouw eigen leeftijd mag staan, dat jij een afleiding bent voor die monteurs, ja, wat moet je dan terugzeggen? Ik kreeg bijvoorbeeld ook een bloemetje voor secretaressendag. Ja. Ja, en niet zo'n, maar zo'n boeket. Want alle vrouwen in het bedrijf kregen een bloemetje voor secretaressendag. Nou ja, ik heb me nog nooit zo geschaamd. Ik kreeg geen gereedschap. Ik kreeg de moeilijkste band om te verwisselen. Dingen die ik nooit binnen de tijd zou kunnen doen. Als jij in een bloemetjesjurkje op een verjaardag een hele stoere vent staat te vertellen van, nou ook, ik hoor dat jouw motor een probleem heeft, heb je daar en daar al naar gekeken? Ja, dan zijn er gewoon mensen die echt boos worden. Waarom kunnen hun het dan wel gezellig over motoren hebben? En als ik het 5 minuten over nagellak heb met die dames, dan ben ik er wel klaar mee. En als het dan daar bij die heren over motoren gaat, dan ga ik liever daarbij staan. Maar dat wordt niet altijd gewaardeerd. Er zijn ook namelijk mensen die niet willen dat hun motor gemaakt wordt door een dame. En in plaats van dan te zeggen, jij mag motoren niet naar voren rijden, want dan zien ze dat jij eraan hebt gewerkt, kan je ook zeggen, zij is gewoon een goede monteur, zij maakt jouw motor als de beste, geen probleem. Wil je dat niet, dan ga maar naar de buurman. Ik wil niemand de schuld geven en ik ben absoluut niet zielig, want ik heb een prachtig mooi bedrijf gemaakt. En dat is ook dankzij hun, want anders dan was ik daar nog gebleven en dan had ik dit niet. Dus wat dat betreft ben ik hun in zekere zin ook dankbaar.